Katwijk staat op 1 punt verwijderd van IJsselmeervogels en krijgt de eerste kans van de wedstrijd. In ieder geval tegen zich. Liende wordt gevaarlijk met Wiaffe Danga. Liende 9 uit 4 en deze ploeg van Dick Schreuder heeft 9 uit 3. De wedstrijd tegen Lisse werd afgelast. Balbezit dus voor de doelman, Kieboom, die dat niet al te handig doet. En let op Van der Meijrakker, prachtig gedaan. In één keer uitgehaald op het doel van Kieboom, die eigenlijk zelf de fout inleidt. En dan is het Danny Van der Meijrakker alweer met zijn 5e doelpunt dit seizoen. Wat is die man belangrijk voor FC Liende. De speler uit Baren, waar die groot werd. En Kieboom heeft het nakijken. Liende op 1-0. Het is ook de ruststand, de tweede helft, met Wiaffe Danga. Die de voorzet geeft, maar dan niemand vindt. Ook De Vries komt daar iets te laat. Goeie aanvallende actie van Wiaffe Danga. Dan is het tijd voor de thuisploeg met de kopbal. Nou, die gaat rakelings naast voor Katwijk. Katwijk dat dus 3 zegens boekte. En wel op GVVV, HFC en TEC. Mengering in de combinatie. Mengering is de topscorer. En Mengering maakt zijn faam waar, want dit is ook weer een treffer. Het is een 1/3 van deze competitie. Leidt de actie zelf in. Komt dan ten val ten opzichte van Broekhoff. Maar schuift hem dan wel de verre hoek in achter doelman Schimmel, die daar geslagen is. En dus is het Katwijk weer op gelijke hoogte. Katwijk weer gevaarlijk wordend. Nu met Suzanne die bal doorgeeft. En dan Schimmel. Uitstekende redding van de doelman van FC Liende. En daar had best geklapt voor mogen worden. Van der Ban. Combinatie. Schot van afstand. En let op Van der Ban. Die krijgt hem met heel veel geluk op zijn voet. En dan springt die bal binnen. Het is de 85e minuut. Het schot is van Paul de Lange. En dan op de voet met een rare stuit krijgt Van der Ban die bal achter de doelman Jan Schimmel. En dan is het Katwijk dat op 2-1 komt. Intezar met de vrije trap. Dan is er getrokken op de rand van de 16 meter. En dus een nieuwe kans. En dan is het weer Van der Meijrakker. En let op, geweldig. Geweldig. Danny Van der Meijrakker. Doelpunt nummer 6. Eentje met een gouden randje in de kruising. En dan is Kieboom weer geslagen en staat het 2-2. Dan de extra speeltijd. Daar is Robert Suzanne met de 3-2. Het is notabene de 94e minuut. En Robert Suzanne scoort de winnende voor Katwijk. Helemaal vrij in die doelmond. Kopt hem achter de doelman Schimmel. En Katwijk was ongeslagen en blijft ongeslagen met de 4e zege op rij.